Maar dit is nog erger dan 12 van Peperstraat, geloof ik. Ja, het moment waarvan ik wist dat het zou komen. Ik ga wat mensen bedanken, voor zover ik dat nog red. Om te beginnen, Koen, mijn man, die mij altijd gesteund heeft, heeft het setje gegeven om dit werk te gaan doen. Hij wordt ook altijd wakker van die wekker 's ochtends. En straks zit hij thuis met een bossenbol op me te wachten. Dan Harm Tazelaar, mijn vorige hoofdredacteur, die mij altijd op de juiste momenten in het gareel hield, liefdevol, maar die mij vooral steunde en waar ik ongelooflijk respect voor heb. Dan Heiko, mijn lieve chef van het ontbijtnieuws, die ik zelf heb mogen trouwen met zijn man. Zo goed gaan we met elkaar om. En daarmee wil ik ook de hele redactie bedanken van het ontbijtnieuws. Allemaal goede, deskundige, lieve mensen met wie ik altijd heel fijn heb gewerkt en de uitzendingen heb gemaakt. Dat geldt ook voor de techniek. Alle collega's van de techniek en uiteraard de weermensen, waaronder William. Visagie ook, maar vooral jullie, de kijkers. Ik heb de afgelopen dagen duizenden... Oké, ik wilde dit niet... duizenden lieve berichtjes gekregen. En daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Maar dit is nog erger dan 12 van Peperstraat, geloof ik. Oh jee. Veel succes, Robbie, Bojan en Meike. En dan zeg ik nog maar één keer namens het complete team. En in dit geval in het bijzonder namens mij. Mooie dag. Billy Apple.